Vandaag een antwoord op de vraag van Jorieke. Jorieke wil dolgraag, net als heel veel andere mensen, gewicht verliezen. En Jorieke weet dat gewichtsverlies enkel aan de orde zal zijn wanneer je calorie-inname, dus je inname van calorie-leverende voedingsstoffen, koolhydraten, eiwitten, vetten betreffen dat, wanneer dat lager is dan het verbruik in je lijf. Dus het verbruik van calorie-leverende voedingsstoffen in je lijf. Enkel wanneer je calorie-inname lager is ten opzichte van het verbruik in je lijf, dan zal je lijf de calorie-leverende voedingsstoffen die al aanwezig zijn in je lijf gaan benutten, aanspreken, verbruiken. Zoals de koolhydraten die aanwezig zijn in je glycogeenreserves. Dat zijn koolhydraatreserves. En de vetten die aanwezig zijn in je vetreserves. Die zullen enkel aangesproken worden en verbruikt worden wanneer je calorie-inname lager is dan het verbruik in je lijf. En dan enkel kan je gewicht verliezen. Dus is Jorieke nu al een hele tijd bezig haar calorie-inname te beperken. Met als doel, calorie-leverende voedingsstoffen die al aanwezig zijn in haar lijf, in haar glycogeenreserves, in haar vetreserves, aan te spreken, die te verbruiken en gewicht te verliezen. Maar een duidelijk verlies van gewicht blijft uit. En Jorieke begrijpt dat een duidelijk verlies van gewicht uit zal blijven wanneer je calorie-inname, wanneer je die beperkt, niet lager is ten opzichte van het verbruik in je lijf. Dus ze vermoedt dat ondanks haar beperkte calorie-inname nu al een hele tijd het verbruik in haar lijf ook lager is geworden en dat ze daardoor geen gewicht verliest. Nu heeft Jorieke begrepen dat het verbruik van calorie-leverende voedingsstoffen in je lijf laag zal zijn en je ondanks een lage calorie-inname alsnog geen gewicht zult verliezen, wanneer de opname van glucosemoleculen, dat betreft een brandstoffen vanuit het extracellulaire milieu van je cellen, daar waar ze aanwezig zijn, glucosemoleculen zijn aanwezig in het extracellulaire milieu van je cellen, dus buiten je cellen in je bloed, wanneer de opname van glucosemoleculen, brandstoffen vanuit het extracellulaire milieu van je cellen, dus buiten je cellen in je cellen, niet goed verloopt, en dan zal het verbruik van calorie-leverende voedingsstoffen in je lijf super laag zijn. En zal jij alsnog geen gewicht verliezen. Jorieke begrijpt dat het verlies van gewicht dus best sterk afhankelijk is van de opname van glucosemoleculen vanuit het extracellulaire milieu van je cellen, dus buiten je cellen, naar binnenin je cellen, want die glucosemoleculen die moeten binnenin je cellen in de zogenaamde mitochondriën, energiefabriekjes van je cellen, dat is een apart organel celcompartiment binnenin je cellen, verbruikt worden. Dus op het moment dat glucosemoleculen, brandstoffen in het extracellulaire milieu van je cellen aanwezig zijn en niet naar binnen opgenomen kunnen worden, dan gaan ze niet verbruikt worden in die mitochondriën, in die energiefabriekjes. Zal het verbruik in je lijf super laag zijn, ga jij geen gewicht verliezen. Nu Jorieke dat begrijpt, is de vraag van Jorieke: kan ik ook invloed uitoefenen op de opname van glucosemoleculen vanuit het extracellulaire milieu van mijn cellen in mijn cellen? Want ze begrijpt, niet eerder dan dat dat goed verloopt, kunnen glucosemoleculen ook verbruikt worden in haar cellen, in de mitochondriën van haar cellen. Enkel dan is het verbruik in haar lijf hoog. En enkel dan kan je gewicht verliezen. Dus dat is
de vraag van Jorike. Nou, Jorike, wanneer jij iets eet met koolhydraten daarin aanwezig, dan laat jij koolhydraten in jouw spijsverteringskanaal belanden. En die koolhydraten, dat zijn moleculenverbindingen van meerdere glucosemoleculen die aan elkaar verbonden zijn. Deze koolhydraten, deze verbindingen van meerdere glucosemoleculen, moeten in jouw spijsverteringskanaal verteerd worden. Dat wil zeggen, met behulp van enzymen gesplitst worden tot kleinere delen, enkelvoudige suikermoleculen, glucosemoleculen. En enkel die moleculen kunnen opgenomen worden in cellen. Mits de cellen in het absorptiedeel van jouw darmen, dus een beperkt deel van je darmen, daar waar de absorptie, opname van voedingsstoffen vanuit het extracellulaire milieu van die cellen naar binnenin die cellen plaatsvindt, enkel wanneer de cellen in het absorptiedeel van jouw darmen in het bezit zijn van glucosetransporters tussen de fosfolipiden in hun membranen. Want enkel met behulp van glucosetransporters kunnen glucosemoleculen vanuit het extracellulaire milieu van cellen naar binnen opgenomen worden. Hoe zit het namelijk? Je cellen, alle cellen in je lijf, bezitten een celmembraan. Dat is een membraan dat is opgebouwd uit fosfolipiden. En fosfolipiden, dat zijn membraanvetten. En membraanvetten, dat zijn vetten met een amfifiel karakter. Dat wil zeggen een wateroplosbaar deel en een vetoplosbaar deel. Buiten dat celmembraan belanden glucosemoleculen wanneer jij koolhydraten binnen hebt gekregen middels hetgeen jij eet. En die koolhydraten ook wel verteerd zijn. Enzymatisch gesplitst zijn tot kleinere delen, tot glucosemoleculen. En glucosemoleculen, dat zijn wateroplosbare moleculen. En die kunnen niet van buiten een celmembraan, een biologisch lipidemembraan, een membraan is opgebouwd uit fosfolipiden, membraanvetten met een amfifiel karakter, met een wateroplosbaar en een vetoplosbaar deel, wanneer die glucosemoleculen niet met behulp van glucosetransporters, dat zijn membraangebonden eiwitten, door dat vetoplosbare deel van zo'n membraan getransporteerd kunnen worden. Bezitten de cellen in het absorptiedeel van jouw darmen dus geen glucosetransporters tussen de fosfolipiden in hun membranen, dan gaan glucosemoleculen, ook wanneer jij volop voeding met koolhydraten erin aanwezig eet, alsnog niet in cellen opgenomen worden en verbruikt worden. Nou, en zo is het dus ook in jouw lijf. Wanneer jij je calorie-inname beperkt, zo leren we, dan gaat je lichaam calorie-leverende voedingsstoffen uit jouw brandstofreserves halen. Zoals jouw glycogeenreserves. Die glycogeenreserves bezitten ook verbindingen van meerdere glucosemoleculen. Ook die moeten eerst met behulp van enzymen verteerd worden. Enzymatisch gesplitst worden tot kleinere delen, want anders gaan je cellen alsnog niet over glucosemoleculen beschikken. Gaat dat goed? Dan kunnen glucosemoleculen vanuit jouw lever in jouw bloedbaan gebracht worden. Maar jouw bloedbaan, dat is het extracellulaire milieu van alle andere lichaamcellen in je lijf. Dus wil je dat er een hoog verbruik van calorie-leverende voedingsstoffen overal in alle cellen van je lijf plaatsvindt,
En dan wil je, als je wil afvallen, dan moeten dus alle andere cellen in je lijf in staat zijn om die glucosemoleculen die in jouw bloedbaan aanwezig zijn, vanuit je bloedbaan, dus vanuit het extracellulaire milieu van cellen, van lichaamcellen, naar binnen op te nemen. En ook dat gebeurt met behulp van glucosetransporters. Want ook alle andere cellen in je lijf bezitten een celmembraan. Een membraan is opgebouwd uit fosfolipiden, membraanvetten met een amfifiel karakter, een wateroplosbaar en een vetoplosbaar deel. En glucosemoleculen kunnen zonder glucosetransporters niet door dat vetoplosbare deel getransporteerd worden. En dan kunnen cellen, dus ook al heb jij glucosemoleculen in jouw bloedbaan aanwezig, buiten je lichaam, cellen niet opgenomen worden in lichaamcellen, verbruikt worden. En is verbruik in je lijf laag, ga jij geen gewicht verliezen, ook al heb jij je calorieinname beperkt. Dat betekent dat enkel wanneer alle lichaamcellen in je lijf in het bezit zijn van glucosetransporters tussen de fosfolipiden in hun membranen, dan zijn alle cellen in je lijf in staat om glucosemoleculen vanuit het extracellulaire milieu naar binnen op te nemen, dan zal het verbruik in je lijf super hoog zijn, want dan zijn cellen ook in staat om glucosemoleculen in je mitochondriën te verbruiken. En dan kan je afvallen, maar niet eerder dan dat. Dus moeten we het eigenlijk gaan hebben, hè, over wat hebben cellen, en je wilt dus een hoog verbruik in alle cellen van je lijf, wat hebben cellen nodig om glucosetransporters aanwezig te kunnen hebben tussen de fosfolipiden in hun membranen. Glucosetransporters zijn namelijk membraangebonden eiwitten die je cellen zelf moeten vormen. Dus je cellen hebben eerst iets nodig om glucosetransporters te kunnen vormen, alvorens cellen in staat zijn om glucose met behulp van glucosetransporters vanuit het extracellulaire milieu op te nemen, alvorens cellen in staat zijn om glucosemoleculen te verbruiken in de mitochondriën en cellen in staat zijn en het verbruik in jouw lijf hoog zal zijn en jij kan afvallen. Nou, cellen, alle cellen in je lijf, kunnen twee soorten processen uitvoeren. Katabole, afbrekende processen, en ook anabole, opbouwende en herstellende processen. Gedurende de uitvoering van anabole, opbouwende en herstellende processen, worden binnenin cellen nieuwe molecuulverbindingen gevormd. Molecuulverbindingen zoals eiwitten. Molecuulverbindingen zoals membraangebonden eiwitten. Molecuulverbindingen zoals glucosetransporters. Membraangebonden eiwitten die het transport van glucosemoleculen door lipidenmembranen mogelijk maken. Die worden gevormd gedurende de uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen binnenin cellen. In het organel, het celcompartiment, daar waar de vorming van nieuwe eiwitten plaatsvindt. Alleen dan zijn die glucosetransporters aanwezig binnenin cellen. Maar die moeten aan de buitenkant in het celmembraan van cellen aanwezig zijn om glucosemoleculen door het celmembraan te transporteren, dus vanuit het extracellulaire milieu op te kunnen nemen. Nou, en hoe gebeurt dat? Nou, na vorming van een membraangebonden eiwit, zoals een glucosetransporter, moet zo'n eiwit vanuit het compartiment, daar waar eiwitten gevormd worden, naar celmembranen getransporteerd worden. En dat gebeurt met behulp van vesicles. Vesicles zijn transport- en secretie, uitscheidingsblaasjes. Blaasjes die in het bezit zijn van een biologisch lipidenmembraan. Dus zo'n membraan dat is opgebouwd uit fosfolipiden, membraanvetten met een amfifiel karakter, met zo'n polair deel, een apolair deel, een wateroplosbaar, vetoplosbaar deel. Maar die vesicles die moeten eerst ook nog gevormd worden, alvorens met behulp van vesicles zo'n glucosetransporter richting het celmembraan getransporteerd kan worden en tussen de fosfolipiden in de membranen geplaatst kan worden, alvorens cellen in staat zijn om glucosemoleculen met behulp van die glucosetransporters van buiten naar binnen op te nemen door het lipidemembraan te transporteren.
En die vesikels, dat zijn dus blaasjes met een biologisch lipidemembraan opgebouwd uit fosfolipiden. Dus moeten cellen ook nog eerst fosfolipiden, membraanvetten, membraanvetten met zo'n amfifiel karakter vormen. Ook dat is een anabool stofwisselingsproces. Dus enkel wanneer cellen goed in staat zijn om anabole stofwisselingsprocessen uit te voeren, dan zijn cellen ook goed in staat om glucosetransporters te vormen, vesikels te vormen, glucosetransporters met behulp van vesikels richting het celmembraan te verplaatsen en tussen de fosfolipiden in hun membranen te plaatsen. En dan pas zijn cellen in staat om met behulp van glucosetransporters glucosemoleculen vanuit het extracellulaire milieu op te nemen, te verbruiken. En dan is het verbruik in je lijf pas hoog en kan jij gewicht verliezen. Allemaal afhankelijk van het verloop van de anabole processen door je cellen. Alleen dat type proces, opbouwende en herstellende processen, kunnen je cellen enkel uitvoeren wanneer je cellen voldoende vocht en bouwstoffen bezitten. Maar dat bezitten je cellen niet wanneer jouw voeding, jouw caloriebeperkte voeding, te weinig vocht en of te weinig essentiële varianten van bouwstoffen, varianten van bouwstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen, levert. Dat zijn alle vitamines, een heel aantal mineralen, een heel aantal spoorelementen. 9 aminozuren zijn essentieel en 2 vetzuren zijn essentieel. Dus op het moment dat jij je calorie-inname beperkt, maar jouw calorie beperkte voeding levert te weinig vocht, levert te weinig essentiële varianten van bouwstoffen, te weinig essentiële vitamines, te weinig essentiële mineralen, te weinig essentiële spoorelementen, te weinig essentiële aminozuren, te weinig essentiële vetzuren. Dan zijn alle cellen in jouw lijf niet goed in staat om anabole, opbouwende en herstellende processen uit te voeren. Zijn alle cellen in jouw lijf niet goed in staat om nieuwe membraangebonden eiwitten, waaronder glucosetransporters, te vormen? Zijn alle cellen in jouw lijf niet goed in staat om nieuwe fosfolipiden, membraanvetten en vesikels die zijn opgebouwd uit membraanvetten, te vormen? Zijn alle cellen in jouw lijf niet goed in staat om glucosetransporters met behulp van vesikels tussen de fosfolipiden in hun membranen te plaatsen? Zijn alle cellen in jouw lijf niet goed in staat om de glucose die buiten cellen aanwezig is in het bloed, van buiten cellen op te nemen, te verbruiken? Is het verbruik in je lijf laag, zal je geen gewicht verliezen, ondanks een lage calorie-inname. Wil jij dus graag gewicht verliezen, dan moet je niet alleen je calorie-inname beperken, maar moet je ervoor zorgen dat je caloriebeperkte voeding goed voorziet in vocht in alle essentiële voedingsstoffen, bouwstoffen. Want anders is geen enkele cel in jouw lijf in staat om glucosemoleculen vanuit het extracellulaire milieu op te nemen en te verbruiken. Behalve spiercellen die een glycogeenreserve hebben, want daar zit het binnenin. Dan zal het verbruik in je lijf erg laag zijn. Zal jij toch geen gewicht verliezen, ondanks een lage calorie-inname. Dat als antwoord op je vraag.